Hallo, daar zijn we weer. We gaan een boekje lezen. Biba boekje lezen. Zeg nog eens. Boekje lezen. Lekker een appeltje eten en een boekje lezen. Nou, Floepert, dat is lekker. Welke gaan we lezen? Welke gaan we lezen? Wat? De Lotje gaat kamperen. Nee, bijna. Dus je loopt, gaat. Wat heeft ze mee? Zijn koffer. En daar. Ze gaat logeren. Lieselotje gaat logeren. Ik zet je even een beetje zo. Ja, zo. Zo, dat zijn een hoop koffers. Moet je eens te tellen voor mij? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee, niet zo snel. 1. Jij moet je 2, 3. Nee, ik ben die beginnen. Ja, dat deed ik toch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Komt er dan 20, heel goed. En dan? 1, 20, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28 koffers. Dat is niet normaal, zoveel. Zoveel neemt ze niet mee, toch? Denk ik. Nee. Nee, dat denk ik ook niet. Dat kan ze niet dragen. Nee, dan moeten we heel veel mensen helpen. Lieselotje is een meisje. En ze woont in een paleisje in een land hier ver vandaan, waar heel veel paleisjes staan. En vandaag gaat ze logeren met een koffertje vol kleren, met haar beren in een tas en haar nieuwe regenjas. Ze heeft bloemen en een pakje en voor opa een gebakje. En ze staat al urenlang bij de voordeur op de gang. Kijk, ze wil zo graag dat ze gewoon alvast bij de voordeur gaat staan. Kijk, daar stapt ze in de auto. En de koning maakt een foto en de koningin zegt zacht, slaap maar lekker hoor, vannacht. Maar dan gaat de koning huilen. Hij zou zo graag willen ruilen. Maar de koningin zegt, nee, lieve schat, jij mag niet mee. Als de koning dan blijft hikken door het snotteren en snikken, zucht de koningin. Nou goed, als je maar rustig doet. Weet je wat? Ik laat je morgen met je koffertje bezorgen. Zodat jij, mijn lieve man, ook een keer logeren kan. En dan mag hij helpen zoeken. 2 pyjama's, onderbroeken, schone sokken en een das. En zijn koninklijke jas. Een stukje zeep om zich te wassen en een potje om te plassen. Ook zijn auto's en zijn beer. En nog heel veel dingen meer. Het is heel vroeg in de morgen. Als de post hem komt bezorgen. Nou, dat zegt oma. Dat is veel mee. Ja, de koffer past bijna niet dicht. Zie je dat? Nou, zegt oma. Het mag van mij. Zo moet je niet praten. Nee, is dat geen leuke stem? Doe zo. Het is heel vroeg in de morgen als de post hem komt bezorgen. Nou, zegt oma, het mag van mij. Kom er maar gezellig bij. Lieselotje vindt het machtig. En ook opa vindt het prachtig. Hij zegt, jullie gaan met mij naar de kinderboerderij. En ze kijken bij de kippen en ze schommelen en wippen en ze rijden elk een keer op een paardje heen en weer. Hé, hey, dat heb je ook wel eens gedaan, hè? Op wie? Hoe heette dat paardje? Op Moppie. Ja, en waar was dat? Zeeland. In Zeeland, ja. Heel stoer. Plotseling gaat de koning rollen. Hij wil met de varkens dollen.
En zo valt hij met zijn jas in een grote modderplas. Getverderrie. Dat is heel vies. Heel vies. Hoe gaan ze dat oplossen? Kijk hem nou eens staan te proesten. Staan te sputteren en hoesten. Want ze spuiten hem gewoon met een grote tuinslang schoon. Als de koning keurig schoon is en de modder van zijn kroon is, gaan ze samen vliegensvlug met de bus naar huis terug. Wie zijn dat? Nou, wie zie je daar? Wie is dat? Dat is de... Koning. Ja, want hij heeft een kroon op. En dit is? Ja, heel goed. En opa en de buschauffeur. Daar wil oma wel eens weten wat zij zouden willen eten. Nou, zegt opa, weet je wat? Ik hou kip en veel patat. En bordjes voor de hond. Ja, lekker bordje voor de hond. En ze prikken en ze prakken en ze smikkelen en smakken. Tot na een minuut of 10 er geen friet meer is te zien. Is alles opgegeten. Daarna gaan ze even bellen om aan mama te vertellen van de schommel en de wip, van de frietjes en de kip. Als de koning zit te gapen, is het tijd om te gaan slapen. Slapen. Gauw naar boven, alle twee. Ja. Kleertjes uit en knuffels mee. Kleertjes uit en knuffels mee. Ja. Zit je nou gewoon met volle mond te kletsen? Want ik wil het zuurde uithalen. Oh, ja, dat je erop gaat zuigen. Ja, lekker is dat. Lijkt je toch op je moeder. En ze wassen eerst hun handen. En ze poetsen flink hun tanden. En dan gaan ze, opgelet, samen in een heel groot bed. Heel groot bed. Ja, Lieselotje vindt het heerlijk. Maar de koning zegt heel eerlijk. Wat voor ben je man? Het is zo donker op de gang. Het is een beetje een bangerd, hè? Opa zegt, als jullie dromen, zal ik nog wel even komen. Hier doe ik een lampje aan. En de deur mag openstaan. En dan kijkt oma om het hoekje. En ze zegt, ik heb een boekje. Met een schitterend verhaal. Luister maar eens, allemaal. Oma leest van Lieselotje, die leert plassen op een potje en die op een goede dag ook een keer logeren mag. Want oh, wat is logeren fijn. Wat heerlijk dat er oma's zijn. Wat noemen ze dat? Wat zeg je? Wat noemen ze dat? Dat wat oma's. Dus één oma en twee oma's. Wat heerlijk dat er oma's zijn. Nou, dit is wel echt een leuk boekje. Dit is voor oma. Hè? Voor oma Verena. Zeg even dag, oma. No. No? Gaan we even afsluiten? No. Dit is echt heel vies hoor. Ik zie gewoon hier appel in je mond. Zit je nou de hele tijd zo naar de camera te doen? Floepie. Nou, ik hoop dat je het een leuk verhaaltje vond. En tot de volgende week. Dag, dag. Dag, dag. Dag. Zou je zwaaien? Dag, dag, dag.